Je gaat van eigenlijk de toprenner bij Zeg Racing, ben je in één keer nu bij Quickstep weer ja, de nieuweling onderaan de ladder. Hoe is dat? Ja, snotneus. Zeg maar, ja, dat weet je, als je naar de profs overgaat, kom je onderaan. En ik denk dat hier onderaan de ladder beginnen helemaal niet zo slecht is. Wat heeft het eigenlijk voor consequenties hier binnen de ploeg? Hoe merkte jij van, oh, ik ben hier de nieuweling? Ja, iedereen is toch wat afwachtender qua in de omgang. Ze weten natuurlijk niet wat voor jongen je bent. Als sprinter heb je natuurlijk al gauw een stempel op je, dat je voor jezelf koerst. Ze moeten daar natuurlijk een beetje inkomen en net als iedereen die nieuw is, het is altijd even wennen natuurlijk. Ja. En misschien ook als sprinter, dat die niet altijd goed bergop zijn. Ja. Ja, dat valt gelukkig mee. Ik kan de mannen aardig bijhouden. Is het nerveus zo'n? Dit is eigenlijk al het tweede trainingskamp. Is het nerveus zo'n trainingskamp? Ja, de eerste ontmoeting was in oktober. Toen was ik wel nerveus. Ja, dat is best wel spannend natuurlijk. En de tweede trainingskamp ging al meer vanzelf. En eigenlijk is het nu al bijna alsof je er thuis hoort. En het enige verschil is dus wat leeftijdsverschil natuurlijk. Het zijn mannen van 35 met kinderen en ik ben 21 en ik kom net kijken. Ja. Bij wie lig je hier eigenlijk op de kamer? Bij Laurens de Plus. Ja. Wel een iets ervaren jongen, maar ook nog redelijk jong. Ja, het is gezellig. Het eerste trainingskamp lag ik dan bij James Knox. Die is ook nieuw. Dus ja, dan heb je al een soort van klik omdat je allebei nieuw bent. En nu dan bij de Plus, omdat hij is ook jong en hij weet toch al wel het een en ander van de ploeg. Dus zo rol je natuurlijk makkelijk in. Ja. Heb je deze winter veel op een andere manier getraind dan afgelopen winters? Nou, eigenlijk niet. Hier en daar een half uurtje meer. Wel weer specifiek ook wat in de sportschool. Samen met Marco Brienissen werk ik al mee vanaf bij Zeg. En met mijn nieuwe trainer Koen Pelgrim gaat het eigenlijk ook vlotjes. Dat is gemakkelijk overleggen met een Nederlander. Ja. Vorig jaar spraken we elkaar ook. Toen nog reden of Zeg Racing spraken we elkaar in Griekenland. Toen zei je van, ja, eigenlijk zou ik gerust nog wel een extra jaar bij Zeg Racing kunnen blijven. Is er niet van gekomen. Wanneer wist je eigenlijk al in het seizoen van, dat ga ik toch liever niet meer willen. Ik wil prof worden. Ja, als de aanbieding komt, dan denk je erover na en dan werd er nog gezegd, blijf rustig, we gaan eerst nog een half jaar fietsen en dan verder kijken. Maar als dan meerdere ploegen zich melden, dan weten ze natuurlijk in Amsterdam op het hoofdkantoor wel hoe dat ze daarmee om moeten gaan. En dan worden de aanbiedingen naast elkaar gelegd en dan is de keuze aan mij natuurlijk. Welke ploegen kon je nog meer naartoe gaan? Ja, Roompot was wel al vroeg natuurlijk, maar hou je rustig, want je weet misschien zit er nog wel meer in. Toen kwam uiteindelijk ook Lotto Jumbo en dan Quickstep. Die twee samen waren eigenlijk de meest concrete ploegen, zeg maar, met een plan. Ja, en dan leg je de twee naast elkaar en dan voordelen, nadelen. Ja, en dan maak je de keuze. Ja, dan maak je de keuze voor Quickstep. Ja, ik denk dat dat wel logisch is. Hier wil je uiteindelijk uitkomen. En ik had ook heel graag naar Lotto Jumbo gegaan hoor. En eigenlijk zelfs ook naar Roompot, want de droom is prof worden. En ja, op wat voor manier... Dat maakt dan nog niet zo heel veel uit als je maar door blijft ontwikkelen. Maar ja, als Quickstep dan komt, dan denk ik dat je daarvoor moet gaan. De ploeg met eigenlijk wel de beste sprinters, ook in het verleden gehad. Ook een van de beste renners in de Kasseien Klassiekers. Naar beide terreinen, waar het voor jou gedaan moet worden. Nee, tuurlijk. Overwinningen. 59 keer winnen. Ik heb... Bij zeggen in mijn derde jaar dan 9 keer gewonnen. Ja, ik ben gewoon, ik win graag en ik denk dat ik wel een winnaar ben. Ja, waar dan beter naartoe gaan naar de meest winnende ploeg in de World Tour? Ja, ook wel de plek waar je achteraan begint.
Tuurlijk, maar ik denk dat je overal achteraan begint. Overal onderaan de ladder en je moet je toch naar boven knokken. En kijk, hier weet je zeker dat je onderaan begint. Weet je ook zeker dat je je kansen gaat krijgen? Ja, uiteraard. Ik heb, waar dan? Ja, dat weet je nooit van tevoren. Maar het kan gek lopen in het wielrennen. En als je goed genoeg bent en de kans is er, dan moet je hem pakken. En van tevoren weet je soms niet wanneer. Maar als die er is, dan pak ik hem wel. Hoe gaat je seizoen eruit zien? Ja, beginnen in het Verre Oosten en daarna... Dus dat is Dubai? Ja. En dan daarachteraan Oman. Ja, en dan vervolgens Samin, Handzame en Nokere. Ja, dat zijn beetje echt de semi-klassiekers. Ja, met alle respect de minder grote koersen. Dat zijn natuurlijk niet de hoofddoelen van de grote mannen. Maar voor mij staan daar wel cirkels omheen waar ik goed wil zijn. En al wil laten zien wie Fabio Jacobs is. Staat er ook al een grote klassieker op het programma? Nee. Kijk, als je naar Quickstep gaat, dan zijn dat 9 mannen die denk daar meer recht op hebben dan een neoprof. Ja. Een grote ronde? En voorlopig nog niet, maar ja, met het zicht op, dan zou het uiteindelijk de Vuelta zijn. En dan denk ik dat je moet hopen dat je daar nog niet goed genoeg voor bent. Want dat is natuurlijk voor een sprinterstype wel enorm zwaar. Ja, dat hoeft van jou nog niet per se. Nou ja, ik sprak Koen Bouwman en die zei, ja, hoe had ze daar berg op bult oprijden, Fabio, zegt hij dan. Dat is niet normaal. En ja, ik ben dan nog 1,15 kilo zwaarder dan Koen. Dus dat moet voor mij helemaal een stap zijn. Eerder iets waar je nog tegenop ziet dan eruit kijkt. Ja, nou, kijk, als je goed genoeg geacht wordt, dan is een grote ronde natuurlijk waar je naartoe wilt. Maar ja, ik denk dat ik genoeg jaren nog fiets. En dan komt zo'n grote ronde vanzelf. Je zegt, ik ben hier naar een ploeg gegaan dat een plan met me heeft. In welk termijn denk je dan wel om in de hoofdklassiekers bijvoorbeeld te gaan starten? Ja, dat is, ik heb het altijd over een meerjarenplan gehad bij SEG. En dat wordt hier ook weer een meerjarenplan. Maar is dat 1 jaar, is dat 2 jaar? Nee, ik denk een jaar of 3, 4. Kijk, op je top als wielrenner, 24, 25. En dan duurt dat zeker 5 jaar. Ja. Dus ik denk dat ik tegen 4, 25 misschien eens mijn neus aan het venster druk in de grote koersen. Misschien eerst zelfs in dienst in plaats van... als kopman. Maar voor hetzelfde geld blijkt het dat ik echt snel ben en wordt het sprinten. En dan gaan de klassiekers natuurlijk op een laag pitje. Word jij ook nog onderdeel van de sprinttrein? Ik denk het wel. Ik denk wel dat ik... Kijk, als sprinter weet je natuurlijk ongeveer hoe een sprinttrein in elkaar steekt. En er zitten hier genoeg jongens die weten hoe het werkt met Morkov en Sabatini. Nou ja, sprinters als Viviani en Gaviria, die als je met hun weg bent, dan kan ik zeker een goede kilometer, anderhalve en een snok aangeven. Waar kijk jij het meeste naar uit dit seizoen? Ja, naar toch wel de koersen. En ik merk wel enorm dat het hier niet zomaar een team is. En vanaf de buitenkant lijkt dat misschien niet helemaal zo, omdat het wel allemaal grote namen en mannen zijn, maar... Ja, als ik hier ben, dan denk ik toch wel dat ik daar het meest naar uitkijk, zeg maar, als teamkoersen. Dankjewel.